Jessica. Hallo. Van stembureau 11. Jessica, mag ik jou direct wat vragen? Ja, dat mag. Mag dat buiten? Want we lopen nu alle twee met een mondkapje op en zonder is toch wat leuker. Klopt, dan volg ik zo meteen even naar buiten. Ja. Goed zo, dank je. Jessica, we staan buiten. We mogen het mondkapje even afdoen. Jij bent lid van het stembureau nummer 11. Klopt. Hoe gaat het? Ja, ik vind het heel erg goed gaan. Het is natuurlijk echt anders dan anders. Er is ontzettend veel voorbereid om het allemaal heel veilig te kunnen doen binnen. En om iedereen inderdaad ook echt een goed en veilig gevoel te geven. En wij kunnen ons daar allemaal prima aan houden. En het valt ons op dat er heel veel mensen eigenlijk ook heel goed meewerken. En dat zich aan die maatregelen houden. Ja, dan wou ik zeggen van de mensen in Moeristel zijn er die ook aan gewend om op deze manier te gaan stemmen. Ja, dat zie je natuurlijk altijd wel bij gemeenteraadsverkiezingen ook. Toch ook best veel wat oudere mensen die komen stemmen. Maar zij houden zich allemaal prima aan de maatregelen. En ze geven ook aan dat het gewoon goed geregeld is hier binnen. Ja, vanaf 7:30 vanmorgen zijn jullie al aan de gang. Klopt. Hoe is de opkomst? Hebben jullie veel aanloop? Ja, ik vind dat het echt eigenlijk continu doorloopt. Niet dat mensen nou ellenlang in de rij moeten staan. Maar er is eigenlijk altijd wel iemand die aan het stemmen is. En dat wisselt zich steeds af. Maar het loopt de hele tijd door. En wij hebben best een aardig opkomstpercentage volgens mij. Dus de mensen hebben zich ook gehouden aan de oproep om vooral ook op de rustige uren te komen? Ja, het is of dat nou ook ligt aan de coronatijd, maar het is veel verspreider. Je ziet mensen eigenlijk gewoon op alle tijdstippen komen. Ja, oké. Dat is in elk geval al heel gunstig. Ja. De mensen die hier op het stembureau zijn geweest, die hebben ook twee tafels van NOS Ipsos gezien. Waar was dat voor? Ja, dat is eigenlijk een schaduwonderzoek, schaduwverkiezingonderzoek. Zij vragen aan de mensen op wie zij gestemd hebben, welke partij zij gestemd hebben. En hoe ze de omstandigheden vinden waarin ze nu gestemd hebben. Omdat dat natuurlijk echt ook iets nieuws is. En de NOS die houdt dat bij. Wat doet NOS Ipsos met de briefjes die ingevuld zijn? Ja, ik weet niet helemaal zeker wat zij met die uitslagen doen. Maar zij houden dat in ieder geval bij voor de schaduwverkiezing. In de zin van, is dat ook gewoon wat wij eruit hebben gekregen hè, als totale uitkomst. Maar ook dat het gaat over hoe het geregeld is. En hoe mensen het in deze omstandigheden vinden om te stemmen. Oké, ik denk dat de mooie les is voor als we in maart weer mogen. Ja, dat zeker. Ja. Goed, Jessica, dankjewel. Dankjewel. En je mag wel lekker terug. Ja, ja, of blijf weer even buiten voor de frisse lucht. Even lekker frisse lucht ademen is ook wel fijn. Ja. Je gaat stemmen? Ik ga stemmen, ja. Dat klopt. Waarom? Omdat als je niet stemt, dan laat je eigenlijk je stem verloren gaan. En dat is eigenlijk wel zonde. Dat vind je zonde, ook voor de gemeenteraad? Ja, dat ook. En omdat mijn ouders me toch wel proberen te stimuleren om toch je stem te laten horen, zeg maar. Oké. Mag ik ook vragen waar je op gaat stemmen? Ik stem momenteel met mijn ouders mee, daar moet ik ook voor stemmen. Dus of dat ik dat mag vertellen, dat weet ik niet. Maar dat laat ik nog even voor me, denk ik. Gerda Brondijk van Ipsos. Fijn dat je even mee naar buiten wilde komen voor een interview. Gerda, hoe is Ipsos betrokken bij deze gemeentelijke verkiezingen? Ipsos is benaderd door de NOS, want Ipsos doet al jarenlang voor de NOS de exit poll. En aangezien het volgend jaar weer de verkiezingen zijn, willen ze graag weten hoe het gewoon gaat in coronatijd. Zo van waar lopen we tegenaan met de maatregelen, met het stemgedrag van mensen. Zijn mensen inderdaad extra geneigd om juist niet mee te werken met de exit poll? Of maakt dat niet uit? Zo van op deze manier is Ipsos dus betrokken dus, hier bij het stemlokaal. Ja. Nou weet ik dat het heel onofficieel is, maar wat is jouw eerste indruk? Haha, mag ik absoluut niks over vertellen, dus dat doe ik ook helemaal niet. Nee. Alleen ik heb wel het gevoel dat er best veel mensen komen. Ja? Dat gevoel heb ik. Maar ik ben hier ook niet bekend hoe druk het hier normaal is, maar voor mijn gevoel stroomt het gewoon lekker door, lekker op het gemak. Niet te veel drukte tegelijk, maar wel dat we constant heel veel dingen te doen hebben, dat wel. Ja. Ben jij bij alle verkiezingen door heel het land op deze manier betrokken? Ja, de afgelopen jaren ben ik daar altijd bij betrokken geweest. Ik ben altijd gevraagd om mee te werken aan de exit polls. Oké. Ja.
En gaat dat hier goed? Het gaat hier uitstekend. Maar je mag helemaal niks zeggen? Ik mag helemaal niks zeggen over de uitslag, hoe het gaat inderdaad. Nee, dat mag ik niet. Kunnen we die vanavond al teruglezen op internet, op jullie website? Dat weet ik niet precies. Er zal misschien iets terug te lezen zijn. Het gaat voornamelijk ook voor de NOS van hoe gaat het? Hoe gaat de verhoudingen met het aantal weigeraars, met de verhouding ten opzichte van hoe er gestemd wordt? Komt dat overeen met de uitslag die uiteindelijk komt? Want dit is gewoon een proef voor dadelijk voor de landelijke kiezingen. Het komt misschien wel iets eerder naar voren, maar dat moet Ipsos zelf laten blijken inderdaad of dat inderdaad zo gaat gebeuren. Dus het voornaamste doel is voornamelijk om te kijken van hoe gaat de exit poll eraan toe tijdens de verkiezingen in coronatijd. Oké. Dus, Gerda, dankjewel. Ja? Het is een verhelderend verhaal. Oké, nou dankjewel. Ja. En geniet even van de frisse buitenlucht. Ja, zeker. Even lekker frisse neus, dat is wel fijn inderdaad. Okay. U gaat stemmen? Ja, natuurlijk. Ja, waarom? Democratisch recht, daar moet je altijd gebruik van maken. Ja. Vindt u het belangrijk voor de gemeenteraad? Ja. De gemeenteraad is de democratisch gekozen vertegenwoordiging. En die bepalen eigenlijk wat er in de gemeente moet gebeuren en kan gebeuren. Doet u verder nog iets met de gemeenteraad? Bent u daar geïnteresseerd in? Ik lees natuurlijk de verslagen in de Nieuwsklok. En mogen we heel brutaal zijn om te vragen waar u op gaat stemmen? Lijst 1. Lijst 1. En waarom? Er zijn veel vertegenwoordigers in de gemeenteraad die komen uit Moergestel. Ik zie veel mensen op de lijst staan op verkiesbare plaatsen uit Moergestel. En dat vind ik dan toch een goede zaak. Goed, het belang van Moergestel moet ook voorop staan. Wil, wij hebben mogen volgen dat jij aan jouw stemrecht voldaan hebt. Ja, belangrijk. Is het belangrijk. Ja, stemrecht of stemplicht? Nee hoor, stemrecht. Ik zou er altijd gebruik van maken. Oké. Okay. Ja, we stemmen voor de gemeenteraad. Heb je is jouw voorkeur, laat ik anders zeggen, is jouw voorkeur veranderd sinds de uitzending van MTV? Nou, mijn voorkeur is, ik had geen voorkeur. Dus ik heb wel naar het debat gekeken. En ik heb alle plussen en minnen tegenover elkaar. En heb natuurlijk afgewogen aan wat de partijen roepen over Moergestel. Want dat vind ik als voorzitter van de dorpsraad wel een belangrijke. Hoe gaan wij de komende 5 jaar Moergestel op de kaart zetten? 5,5 jaar zelfs. 5,5 jaar. Hoe gaan wij Moergestel op de kaart zetten? Of in ieder geval verbeteren op de kaart te zetten? Ja, je hebt zelf heel veel politieke ervaring ook. Je hebt al een jaar of 10, 15 in de gemeenteraad gezeten. Nou, ik heb 7 jaar in totaal in de gemeenteraad gezeten. Maar ik ben vanaf 1986 tot 2010 actief geweest in de politiek, als commissielid ook. Ja. Heb jij het gevoel dat de politiek veranderd is? Zachter, softer geworden? Ja, of die zachter of softer geworden weet ik niet, maar hij is wel anders geworden. En we moeten ook niet onderschatten. Kijk, we kunnen van alles vinden van de gemeenteraad, we kunnen van alles vinden van de politiek, maar het is een hell of a job. Als je ziet wat er de afgelopen jaren is bijgekomen, wat bij de gemeente is gekomen, waarvan de provincie afkomt of waarvan het Rijk afkomt, daar wordt eigenlijk maar een beetje over de schutting gesodemieterd, om even plat te zetten. Plat te zeggen, daar worden niet de middelen bijgegeven die er eigenlijk voor bedoeld zijn. En wij verlangen van onze gemeenteraadsleden dat ze op elk terrein deskundig zijn en op elk terrein know-how hebben. Ja, dat is bijna niet te doen. Ja, daar hebben we een voorbeeld bijvoorbeeld van Taxandria-terrein. Waar woningbouw gepland wordt en in één keer zeggen ze van dat gaat niet door vanwege Natura 2000 gebied. Ja, en er zijn toch dingen die hadden we van tevoren kunnen weten, denk ik dan. Politiek is verrast. Ik snap wel dat ze verrast zijn als zo'n actie wordt uitgezet tot college en de raad weet nergens van. Maar om op die plek te gaan willen bouwen, terwijl je weet hoe het met de natuur ligt en terwijl je weet hoe de ontwikkelingen zijn, dan denk ik van ja, daar hadden we toch wel kunnen zien aankomen. Zou zoiets ook kunnen overkomen bij Oostervoortjes 2? Alles kan, Peter. Maar ja, daar ligt volgens mij toch wel een slag anders. Kijk, het Oostervoortjes 2 is eigenlijk al een heel oud plan. Daar ligt er al jaren. 35 jaar heb je al zo lang.
En het is maar net op welke manier gaan we dan bouwen, hoe gaan we dat bouwen en welke eisen stellen we aan de bouwer en welke eisen stellen we aan de omgeving die ermee gemoeid is. Of het op dezelfde manier kan als we 30 jaar geleden bedoeld hadden, dat denk ik niet. Maar op een andere manier bouwen en op een betere manier bouwen, dan denk ik dat daar niet meteen een drempel hoeft te zijn om daar te gaan bouwen. Korte termijn, wat gaat de dorpsraad monitoren bij de ontwikkelingen in Moergestel? Ja, dat is belangrijk. Nou, we hebben onze enquête gehad. Uit de enquête daar komen een aantal zaken naar voren waarvan wij zeggen, daar gaan we in ieder geval de vinger op leggen. Een daarvan hebben we al gedaan. Dat ging over het torenpad als gemeentelijk monument. Daar hebben we de gemeente op gewezen dat dat aan het verloederen is. Maar dat geldt voor meer monumentale panden en voor meer monumentale dingen in Moergestel. Het zal jou niet verbazen als ik zeg verkeersveiligheid. De woningbouw, daar zullen we een punt van maken. En de leefbaarheid. Want jij komt uit Moergestel, jij kent Moergestel ook al heel erg leven. Maar als je kijkt wat er de afgelopen jaren, wat er is bijgebouwd, waar er is bijgebouwd, dan is er in de kom eigenlijk maar verrekte weinig groen overgebleven. En dan kunnen we nou zeggen, we gaan weer alles inbreiden, maar dat betekent dat elke groene struik, elke boom bijna in de kom, die moeten we opruimen om te bouwen. Dat lijkt me geen goed plan, dus ik zou toch kiezen de Binnenke Bolders, maar dat kan. En dan vooral inzetten op Oostervoortsplein 2, of in ieder geval zulke plannen. En ik zou ook ervoor pleiten om eens te kijken of we in Moergestel niet veel meer een opzet kunnen krijgen van groene plannen of van parks waar mensen eens een keer erheen kunnen wandelen. We hebben veel mensen op leeftijd in Moergestel. Nou, die gaan niet voor de lol hier door het centrum wandelen, want dan is de lol er gauw vanaf. Ja, maar zo is het wel. Nou, en daar moeten wij naar kijken, hoe maken wij ons dorp nou aantrekkelijk en leefbaarheid? En dat zal ook op termijn voor de ondernemers te goede komen, want als hier Moergestel gewild is en aantrekkelijk is, dan zullen ondernemers ons ook weten te vinden en dan kunnen we de leefbaarheid in Moergestel weer optimaal. Nou, okay. Optimaal maken. Ik heb begrepen dat je inmiddels contact hebt en dat we de dorpsraad, dat de MTV de dorpsraad van dichtbij gaat volgen. Ja, daar heb ik iets van vernomen, dus ik wacht de uitnodiging even af. Ja, ik hoop dat we dan ook naar jou zijn kritische vragen kunnen stellen. Dat mag gerust, ja. Oké, okay. Jullie gaan stemmen. Ja. Jullie staan lekker dicht bij elkaar. Wat is jullie verband tussen jullie twee? Moeder en zoon. Moeder en zoon. Waarom gaan jullie stemmen? Ja, dat is natuurlijk ons grootste geschenk, zal ik maar zeggen. En wij hebben stemrecht verworven. Ik zeg altijd, als je niet gaat stemmen, mag je niet klagen. Oké, okay. Dus. En hoe denkt zoon daarover? Ja, daar ben ik het ook mee eens. Als je niet gaat stemmen, dan inderdaad, mag je niet klagen. Nou, is gemeentepolitiek is natuurlijk heel erg plaatselijk, hè? De gemeente Oosterwijk. Vinden jullie dat je goed vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad? Ja, ik vind van wel. Ja, ik vind het ook met stemmen een beetje moeilijk, want ik heb eigenlijk, we wonen in het buitengebied. Dus dan denk ik, daar wil ik iets in stemmen of iets in betekenen. Maar wij hebben een bedrijf, catering, dus wij willen ook een beetje reuring in de tent. Dus ja, dan moet je eigenlijk, zit je al op twee partijen. Dus Ja. Mag ik zo brutaal zijn om te vragen op welke partij jullie voorkeur heeft, dus die jullie stem krijgt? Maar ook lijstnummer noemen, hoor. Ja, ik ga nu voor de VVD. Voor Rob Mallens. Okay. Ja, ik ook voor de VVD. En waarom? Nou, voor ons denk ik dat hij in Oosterwijk, de kern weer een beetje, ja, theater, de dingen die georganiseerd worden voor de jeugd, voor cultuur. Ja, dat spreekt mij wel aan dat we niet alleen maar mopperen op de evenementen die er gebeuren, maar dat we gewoon, ja. Reuring. Ja, en in deze tijd is dat heel moeilijk. Maar ik denk dat we er allemaal aan toe zijn.